Hoi allemaal, vandaag wil ik een Valentijnsdoek gaan maken. Morgen is het natuurlijk Valentijnsdag en voor degene die eraan doen, ik hou er altijd wel van. Ik denk dat Sven en ik morgen even lekker ergens gaan brunchen, want we hebben natuurlijk onze kleine man erbij. Dus ik denk dat we gewoon even lekker gaan brunchen en romantisch doen. Sven is 22 februari jarig, dus we zitten altijd een beetje tussen Valentijn en zijn verjaardag. Dus voor zijn verjaardag gaan we echt even een nachtje weg met z'n tweeën, dus dat is dan het romantische moment. Maar het leek me wel leuk om weer eens een lekkere Valentijnslook te maken. Romantisch met roze en lief en niet super heftig. Dus laten we maar gewoon beginnen. Ik weet niet wat ik in mijn ogen heb, maar ik voel het zitten. Ik begin met de Laura Mercier Primer. En dit is de Radiance variant. En die geeft gewoon een mooie glow aan je gezicht. Nou, dan was ik een beetje in twijfel over welke foundation ik ga gebruiken, want ik vind bij dit soort, zeg maar, een soort date-achtige looks, mannen houden niet van superveel make-up, tenminste de meeste mannen niet. Dus ik probeer het altijd een soort van natuurlijk te houden, maar ik vind het altijd wel leuk om extra op te tutten, dus ik ga een mix maken tussen de Chanel Vita Lumière Aqua, dat is een wat lichtere foundation, zowel qua structuur als in mijn geval dus ook even de kleur. En deze is juist weer wat donkerder van kleur en ook wat zwaarder van structuur. En dit is de Too Faced Born This Way Foundation. En de Born This Way Foundation is, heeft ook wel een natuurlijke look. Maar ja, niet te vergelijken met bijvoorbeeld zo'n Vita Lumière Aqua. Want hij is echt wel dekkend. Ook laat de boel vallen. Dus ik doe een pompje van de Too Faced Foundation. En nou ja, geen pompje, maar een... Nou, niet half om half, maar wel bijna half om half. Iets meer Too Faced. En dat mix ik en dat doe ik gewoon tussen mijn vingers. Omdat ik het altijd graag met mijn vingers aanbreng. Ik had net iets meer van de Chanel moeten doen gezien de tint. Maar op zich is mijn... Ik heb een beetje zelfbruiner gebruikt op mijn armen en mijn... En hier, zeg maar, mijn décolleté. Dus op zich kan ik hem wel hebben... Qua kleur. Ja, zo. Ik weet niet of je het kan zien, maar zo past het wel goed bij de rest van mijn huid. Zo. Weet ook nooit je oren. En je hals. Even met een remover doekje mijn handen schoonmaken. Dan concealer. En onder mijn ogen gebruik ik de Maybelline Instant Age Rewind in de lichtste kleur. We moesten vandaag vrij vroeg op, want met Niels naar het consultatiebureau voor zijn eerste prikjes, heel zielig. En we moesten daar 9:05 zijn. Dan denk je, oh, dat is niet zo vroeg, maar met een klein babytje moet je nou eenmaal een hoop doen. En ik moet natuurlijk 's ochtends gewoon nog borstvoeding geven. En, ik geef 's ochtends borstvoeding. Dus het is dan best wel een klus... Hoe je dat allemaal moet doen. Je kan, zeg maar, natuurlijk op de minuut plannen. Maar ja, je moet ook rekening houden met eventuele onverwachte poepluiers. En nou, dat soort dingen. Gisteren heeft hij namelijk 's ochtends 4 luiers compleet ondergepoept. Dus ik denk als dat nou weer gebeurt. Dan gaat het niet goed. Een klein beetje... concealer op onzuiverheden en die doe ik iets verder nog naar beneden. Dat is de Catrice Liquid Camouflage in de kleur 02 Light Beige. En die is net wat dunner, dus dat vind ik dan mooier als ik die, zeg maar, richting mijn wang en mijn slaap werk dan die ander. Maar die ander die concealed beter bij echte wallen, zoals ik nu in mijn geval even had. Toen was mijn SD-kaart vol. Ik ga verder met mijn wenkbrauwen. En ik gebruik het Catrice Wenkbrauw Potlood in Date with Ashton. Ik heb laatst weer eens een keer poeder gebruikt, maar het is allemaal wel prima. Maar ik blijf toch heel erg gelukkig worden van mijn oude vertrouwde wenkbrauw potlood. Ik dacht misschien is poeder sneller, maar daar moet ik dan wel even op trainen. Want nu is het zeker niet sneller, want ik doe dit gewoon, kan dit soms bij wijze van spreken blind doen. Dan oogschaduwbasis, de Too Faced Shadow Insurance in Champagne. Als je wat hoort, dan is het Niels
En oma is bij hem. Dan ga ik voor de romantische look, zoals ik al zei. Dus ik gebruik het Bourjois Smoky Eyes paletje in Rose Vintage. En als eerste gebruik ik de lichtste kleur over mijn bewegend ooglid. En dat breng ik aan met mijn Elf Blending Brush. Ik twijfelde een beetje, want dit is namelijk ook een heel leuk paletje. Dit is het New York Color NYC paletje in 823 A Kiss on the Hudson. Die vind ik ook heel leuk. Maar ik wilde eigenlijk niet al te veel producten gebruiken. Of tenminste, dat je de look vrij makkelijk na kan maken. Je kan natuurlijk ook van allebei een beetje gebruiken. Dan zie je een beetje het idee. Want natuurlijk allebei een lichte kleur. Wat ik wel doe is een nog lichter highlight. Want deze is niet super licht om mee te highlighten. Dus daarvoor gebruik ik dit Kiko oogschaduw doosje. En dit is 128. Gewoon de normale eyeshadow. En die doe ik met hetzelfde, met diezelfde kwast. En die doe ik eerst even onder mijn wenkbrauw. En ook in mijn binnenste ooghoek. En dat breng ik ook wat verder naar mijn bewegend ooglid. Om die binnenste ooghoek mooi op te lichten. Ik weet trouwens niet of jullie het gezien hebben. Mijn nieuwe banner en nieuwe foto. En ja, wat jullie ervan vinden. Ik ben heel benieuwd. Ik zit tegenwoordig bij een bureau, zeg maar, van netwerk. En ja, sindsdien doe ik weer meer met mijn kanaal. Ik heb natuurlijk een tijdje, nou, met mijn hele zwangerschap en zo, heb even een beetje stilgelegen. Qua, niet dat er geen filmpjes kwamen, maar wel qua vernieuwing. Maar nu ben ik weer lekker bezig. Ik ga nu in deze kleur en die breng ik aan mijn buitenste ooghoek. En die werk ik mijn arcadeboog in. Ik vind het wel heel leuk om daar weer zo mee bezig te zijn. En het was ook al echt nodig hoor, want die foto is van echt van het begin. Dus dat is echt 2000... Way back geweest. 2008 of zo. Nee, niet 2008. Leven we nu? 2013 denk ik. 2013, ja. Zoiets. Dus ja, dat was wel toe aan een beetje een vernieuwing. Nou, je ziet nu al dat het echt een beetje een romantische... En dat is een beetje doordat, nou ja, Rose Vintage zegt het al. Een beetje door dat oude roze. Dan pak ik mijn Zuffa Luxe Petit Crease... nummer 231. En daarmee ga ik in die donkerste, beetje aubergine kleur. En daarmee zet ik die buitenste ooghoek wat verder aan. En het hangt ook een beetje van je oogvorm af wat het mooiste staat. Ik heb bijvoorbeeld een beetje hangende ogen. En dan is het altijd mooi om je arcadeboog iets boven je natuurlijke arcadeboog te zetten. Dus mijn natuurlijke arcadeboog zit zeg maar hier, maar ik zet hem altijd hier, zoals je kunt zien. Dan hier hoor ik hem eigenlijk dan tussen doen. Dat doe ik ook, maar ik werk hem dus iets verder ook naar boven toe, omdat dat dan een beetje optisch lijkt te liften. Dan pak ik het kwastje wat erbij zit, van die soort sponsjes, en daarmee ga ik in die donkerste kleur. En dat zet ik een beetje langs mijn wimperrand. Vrij dicht er langs, niet een hele harde lijn, maar gewoon een beetje een zachte smoky lijn. Zie je dat? Dat doet net eventjes iets met je ogen. En dan breng ik gewoon een klein beetje naar de onderkant. Je moet altijd een beetje opletten met dit soort kleuren onder je ogen, want het kan lijken alsof je enorme wallen hebt. Dan pak ik een zwart oogpotlood. Deze is van Vera Valenti. Maar goed, elk zwart oogpotlood werkt. En dan ga ik een beetje over dat waar ik net het paars heb neergezet. Neergezet. Getekend. Zwangerschapshormonen.
En dat doe ik ook aan de onderkant. En vooral die onderkant is het belangrijk om het dan niet al te veel wallen te laten lijken. Je kunt er ook voor kiezen om daar niks te doen, maar ik vind het bij zo'n ooglook wel mooi als het zo één geheel wordt met de onderkant. Ik doe ook heel vaak niks op de onderkant. Maar bij zo'n toch een beetje romantische feestelijke look vind ik dat wel leuk. Dan krul ik mijn wimpers met de HEMA wimper. Dan pak ik het Essence Long Lasting Eye Pencil en dit is Black Fever, een zwarte kleur. En deze is net wat cremiger van structuur en die breng ik aan in mijn bovenste waterlijn. Dan mascara, de Lash Sensational, gewoon omdat dat mijn lievelingsmascara is. En op dit soort romantische momenten is het natuurlijk wel leuk om je lievelingsmascara te gebruiken. Dan pak ik dezelfde mascara, maar dan waterproof. En daarmee breng ik een laagje als soort topcoat aan. En ook op onze wimpers. Daar doe ik eigenlijk altijd alleen maar waterproof. Dan is het tijd voor bronzer. En ik gebruik zoals heel vaak, tegenwoordig heb ik ook nog wel een andere bronzer, maar zoals heel vaak de Body Shop Honey Bronze in medium matte. En dat doe ik zoals altijd met mijn Essence Kabuki. En dan zet ik aan onder mijn jukbeen. Ik weet niet waarom deze kant heel erg heftig lijkt. Dat is altijd hier een beetje. Het echt valt heel erg mee. En dat blend ik ook eventjes goed. Mijn kaaklijn. En ook dat vervaag ik. En dan nog een beetje all over the place. Heel lichtjes hoor. Ik gebruik nooit gewoon poeder. Ik gebruik alleen maar een beetje bronzer. Om de boel ook weer op zijn plek te zetten. Dan de Brow Shaping Gel van H&M. En ik zie dat ik mijn highlighter kwastje vergeten ben. Maar dan doen we het even anders. De highlighter die ik gebruik is de Mary Luminizer van de Balm. En dat doe ik dan een beetje met mijn blush kwast. Cupidoboogje. Op de slapen. En daarna pas de blush. Omdat ik dat net een wat subtieler effect vind. Maar waar heb ik mijn blush nou weer gedaan? Oh, hier. De Max Factor Crème Puff Blush in Lovely Pink. Een mooie lichtroze kleur. Ook mijn setting spray vergeten te pakken. Ik gebruik die van de Ethos. Heb ik hem wel meegenomen? Ik gebruik die van de Ethos de laatste tijd graag. En dan ben ik lipsticks aan het testen. Deze van de HEMA. Hier komt een review van online. Ik denk volgende week. Maar het kan ook zijn dat die net op staat. Oh ja, ik heb dus ook met mijn nieuwe opmaak van mijn kanaal. Mijn site heb ik trouwens niet echt veranderd. Maar met de nieuwe opmaak heb ik ook nu vaste uploaddagen. In ieder geval komen elke woensdag en elke zaterdag komt er een filmpje online. En zondag een artikel op Blonde Beauty Fashion. Wat soms een filmpje is en soms niet. Maar in ieder geval elke woensdag en zaterdag komt er een nieuwe video online. Dus dat. Deze twee kleuren ben ik aan het testen van de HEMA. En ik ga nu voor de lichtste kleur. En dat is nummer 01. Dit is de Fabulous Fluid Lipstick. En die moet als goed lang blijven zitten, dus dat gaan we zien. Hij ruikt vrij zoet. Hij voelt
voelt wel een fijn aankast structuur. Hij doet me een beetje denken aan de Kiss and Blush van Yves Saint Laurent. Zo, en dan is dit de uiteindelijke look. Mijn haar even los doen. Dus dit is mijn look. Ik weet niet wat er met mijn haar is gebeurd. Mijn look voor Valentijnsdag 2015. Ik hoop dat jullie het leuk vonden te zien. In ieder geval weer super bedankt voor het kijken. En laat vooral even hieronder in de comments weten of je mijn nieuwe look en feel van mijn YouTube kanaal leuk vindt. Ik heb tegenwoordig ook afspeellijsten, dus dan kan je alles makkelijker vinden. Als je zoekt naar een tutorial of een DIY of de babykamer of hoe het met mijn zwangerschap is gegaan of hoe het nu gaat. Kijk dan even door mijn afspeellijsten heen. En ik wil jullie super bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg. Oh, en een hele fijne Valentijnsdag natuurlijk morgen. Doeg. Mooi zit is zacht. Z en dan een 8. Alleen, dat is best wel duur merk. Dit heb ik een keer bij de Bijenkorf verkocht. En dit zit hem echt super, want dit is gewoon lang en slank. Sorry.